CLO-bestuurslid Michael Miskin is vandaag tijdens een ledenraadsvergadering samen met enkele andere bestuursleden gerouilleerd uit de organisatie. Voorzitter Ronald Hooghart heeft na vergadering een spoedvergadering van de ledenraad uit het schrijven. Met als doel Miskin te rouilleren. Als reactie heeft Miskin Hooghart naar de rechter gesleept. Tegenover onze nieuwsdienst zegt Miskin dat Hooghart de wetten en regels aan zijn laars heeft gelapt en hij daarom een kort geding heeft aangespannen tegen de CLO-voorzitter. Hij zegt dat nu de rechter moet beslissen over de perikelen binnen deze organisatie.